2016 is begonnen met veel turbulentie op de financiële markten. Echter, wij verwachten dat de groei van de wereldeconomie maar iets terug zal vallen in 2016. Namelijk de economische ontwikkelingen in de eurozone, de VS en China achten wij als minder zorgwekkend dan de beurspaniek doet vermoeden. In de eurozone zien wij de groei iets terugvallen, omdat de aantrekkende binnenlandse vraag de afzwakkende exportgroei niet helemaal compenseert. In de VS en China is de groeivertraging iets sterker. In 2017 zien wij de economische groei verder afzwakken in China, maar niet in de VS en de eurozone. Zijn er risico's? Er zijn zeker neerwaartse risico's. Sterker nog, die zijn in de afgelopen maanden alleen maar toegenomen. Ik zal drie belangrijke risico's noemen. 1. De transitie van de Chinese economie naar een nieuwe groeimodel. De twijfels of de overheid deze transitie soepel kan laten verlopen zijn alleen maar toegenomen. En verder, een forse waardedaling van de yuan kan deze transitie ondermijnen en economieën elders in de wereld raken. Ten tweede, het verkrapen van monetair beleid in de VS na een lange periode van onconventioneel en ruim beleid. En de divergentie met andere centrale banken. Beide dossiers bevinden zich op onbekend terrein en dat zorgt voor nervositeit en onzekerheid. Ten derde, het conflict in Syrië, de spanningen in het Midden-Oosten in bredere zin en de vluchtelingenstroom naar Europa die de politiek hier op gespannen voet zet. Deze ontwikkelingen baren ons zorgen omdat het risico's zijn die de al matige groeiverwachting verder kunnen ondermijnen.